Dit is de tijd voor een nieuw geluid. Suriname gaat nu echt vooruit. Dit is de tijd voor een nieuw geluid. Kolonialisme is verleden tijd. We raken al onze oude dingen kwijt. Alle hippies sterven uit. Maar hoe maak je een heel nieuw land zonder koninkrijksverband? Men vond het natuurlijk nog wel. Het was iets nieuws, dus het was een beetje eigenaardig. Creolen, Bosnegers, Hindustanen, Javanen, Indianen, Libanezen, Chinezen en Hollandse kolonisten. Hollandse kolonisten. Dan was er een hoog bezoek of de koningin kwam en enzovoort enzovoort. En dan was er altijd een bonte avond. Eerst de Indianen, dan de Bosnegers, dan de Creolen, dan wanneer kwamen eerst de Hindustanen, Javanen, Libanezen enzovoort. Allemaal apart, 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 apart. En wij hebben geprobeerd om dat alle spelers, een stuk of 10 dacht ik, allemaal het totaal deden. Dus en in de Indiaanse liederen en dansen en in... Nou, dan kan ik al die groepen wel weer opnoemen. Maar wij wilden een Surinaams totaal theater maken. Zo ver is het gekomen, was lang dit overgenomen door het Nationale Militaire Raad. Een soldaat op iedere hoek en iedere straat. Het volk had de oorlog gegeven, maar de sergeanten die waren paraat. Zoals gebruikelijk bij een première nodigen we altijd de hoogste mensen van het land uit. Dus nu hadden we een Nationale Militaire Raad en die militairen kwamen allemaal vreselijk geweldig in uniform en met hun Uzi's. En ze zaten zo op een rij, dat zie ik nog voor me. Ik kan me niet zeggen wie waar, kan ik niet meer herinneren wie waar zat. Maar ik zat de rij daarvoor en ik had zo'n gevoel, ik voel die Uzi's in mijn rug. Ja, daar lag ik dus nu om. Toen was het allemaal nog een beetje moeilijk. Het enige ontwikkelingsland dat ontwikkelingshulp geeft aan haar moederland. Elke academicus namelijk die Nederland nodig heeft, sturen wij onmiddellijk met het eerste en beste vliegtuig. Het is ook het enige ontwikkelingsland dat een van de grootste maatschappijen die het moederland heeft, de KLM, financiert. Dames en heren, wij presenteren u vanavond met trots de unieke situatie van een voormalige kolonie die geen bevrijdingsstrijd levert tegen haar moederland. Het is namelijk het moederland dat zich in de strijd wil werken om van haar kolonie af te komen. Maar dat lukt niet, want de hele kolonie klemt zich vast aan haar boezem. Ladies and gentlemen, we proudly present het land waar u geen moer van af weet. The land nobody knows. Here he is.